Goed, ik ben Arie van de Boom. Ik ben getrouwd met Hanneke, dat is mijn vrouw. Hanneke van de Boom, koekenbakker. We hebben 3 kinderen. En maar ja, we zijn gelukkig met elkaar. Een gezin met zorgen, maar goed, dat heeft iedereen. Maar in ieder geval, we hebben ons vertrouwen op God gesteld. En met hem leven wij. En daarom wil ik ook bijzonder ook dit verhaal vertellen wat in mijn leven gebeurd is. Met mijn ouders. En wat persoonlijk invloed op mij heeft gehad, maar ook op ons hele gezin. Mijn vader was een man die werkte in de vis. Hij ging vroeger zelf met vis uit. Had een viskarretje en ging hij van hier vandaan naar Leiden. Alleen het was wel geen gelukkige keuze, want de tegenslagen die kwamen erbij. En het verkocht niet zo best. Worm in de haring en uiteindelijk moest hij zijn beroep opgeven. Toen heeft hij nog gewerkt bij een broodbakkerij in de Leidweg van wat de voormalige Woudijs. En het was de coöperatie volgens mij. En daarna is hij, toen was er ook geen werk meer. Toen is hij in de visserij, in de vis gegaan bij Arie Ouwehand. En daar heeft hij zijn jaren gesleten eigenlijk tot, tot zijn pensioen. Wel tot zijn 63-jarige leeftijd. Daar heeft hij een hartinfarct gekregen. En daarna nog eens een keer 2 hartaanvallen. En dat waar ik dacht van, nou ja, nou is het afgelopen, maar de Heer heeft hem gespaard. En dat was bijzonder. Hij kwam er toch weer sterker uit. En zijn leven was best wel met ups en downs. Het was niet makkelijk. Het leven als visserman niet. En ja, mijn vader was een eenvoudige man eigenlijk. Als je een kind van God, was hij dat ook wel. Hij zei niet veel. Maar had wel vertrouwen en dat vond ik wel bijzonder. Nou, op een gegeven moment toen begon hij ziekte te krijgen. Kanker. Nou, dat begon eigenlijk met prostaatkanker. Nou, dat was dan goed te behandelen. De opname was niet zo prettig, want hij had er toch een vervelende ervaring van overgehouden in het ziekenhuis. Dat was hallucinaties, ik weet niet wat hij allemaal had, maar hij wilde niet meer terug, hij wilde niet meer geholpen worden. Nou goed, dan moest hij dan zelf voor. Op een gegeven moment kreeg hij nog een keer een aanvraag om toch nog een keer een onderzoek te doen, om te controleren, maar dat wilde hij niet meer. Hij zag er zo tegenop. Hij dacht, nee, ik wil dat niet meer aan mijn lijf hebben. Ik vind het prima zo, ik laat het zo. Maar ja, uiteindelijk, het is een ziekte en je hebt altijd de kans dat het terugkomt. Uiteindelijk kwam het op terug. Toen kreeg hij keelkanker. Maar uiteindelijk is hij dan bestraald en ook dat is met succes verlopen. En daar zijn we heel dankbaar voor dat mijn vader zo gespaard mag blijven. En ja, dan praat je eigenlijk over tussen de jaren 90 en 2000. Dat het allemaal afspeelde. En toen op een gegeven moment, we kwamen in 2002. En toen openbaarde zich weer. En het begon eigenlijk met pijn in zijn voet. En dat vond hij zo, vreemd en zo, dus een ziekenhuis. En wat bleek nou, het was helemaal uitgezaaid. En raar dat het dan in je voet begint, dat je daar geen erg in hebt. Dus ja, we gingen een spannende tijd tegemoet. Ik denk, ja, dan ga je straks je vader verliezen. Dat is een van de moeilijkste dingen eigenlijk. Dat je denkt, ja, straks houdt het op. En het ging wel heel erg snel. Op een gegeven moment werd het zo erg, ja, toen moest er hulp komen. En die kwam er ook van de zorg, thuiszorg. Er werd een bed neergezet in de kamer. Nou, daar lag hij in op, hij werd goed verzorgd. Maar ja, op een gegeven moment werd hij toch wel opstandig. Want hij vond het toch wel erg moeilijk allemaal. En ja, toen hadden we eigenlijk al een dominee erbij hebben ook. Nou ja, de dominee, ik hoop dat ik het zeggen mag. Ik zal niet de naam noemen. Maar die liet eigenlijk verstek gaan. Zijn rouw- en trouwhoudeling was een hele trouw man, die heet Kees Hus. En die kwam bij hem. En die kwam bezoek. En die troostte mijn vader ook heel erg. Echt bemoedigend ook.
Maar goed, het ging wel door allemaal. En ja, die ziekte die is zo verschrikkelijk. Ja, dat geeft zoveel weerstand en opstand en noem maar op in je lichaam, in je geestelijk leven, in alles. Dat je alles los moet gaan laten. Nou, in ieder geval, dat was natuurlijk best wel een strijd. En de pijn werd zo hevig. En ja, benauwdheid. Dat hij eigenlijk zei van ja, ik kan het zo niet volhouden. Ik vraag me een spuitje, hoor. Geef mij maar een spuitje. Want ik zie het niet meer zitten en ik wil er eigenlijk een eind aan maken. Op die manier, dan ben ik altijd van dat lijden af. En ja, ik kan het niet meer aan. Mijn moeder zei dat ook zo. Uiteindelijk tegen ons. Ze zei, maar als je dat gaat doen, Jan, zei ze, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja, ik ben niet om daarover te beslissen, maar uiteindelijk heeft het er wel een ommekeer gebracht in de situatie dat hij het accepteerde. Ja, op een gegeven moment had hij het zo moeilijk ook. En juist met het afscheid nemen. Met alles wat hij al voor ogen zag. Dat hij wist dat hij het leven moest loslaten. En dat hij strijd had tussen hier blijven en thuis komen. Maar hij verlangde ook om naar huis te gaan. En ja, op een gegeven moment dat hij met Psalm 42 van het Heigend Het er die achter kon komen. Dat hij uiteindelijk met zijn arm omhoog zat met mijn broer. Die zat, dat wilde hem troosten. En hij zei, ik vind het zo moeilijk om alles los te laten. En dat hij zijn hand omhoog gaf. En dat hij mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik nader voor uw ogen. Lag zo'n verlangen om naar de Heer Jezus te gaan. Om het alles achter te laten. Met ook de strijd om ons los te moeten laten. En dat vond hij zo moeilijk. Hij huilde aan de andere kant. Had een verlangen naar God toe. We zaten een keer bij mijn zwager. We stonden naar de kerk door in een bakje. Een bakje koffie. En toen werd ik opgebeld door mijn zwager. Of ik wilde komen, want hij vermoedde dat mijn vader ging overlijden. Hij zegt, hij werkt er zoiets bijzonders mee. Hij zegt, je vader heeft zulke mooie dingen gezien. Hij heeft kleuren gezien, land. Hij zat naar een preek te luisteren van dominee Blom. Uiteindelijk met het zingen of wat dan ook, ik weet niet hoe precies het nou helemaal gegaan is, maar in ieder geval met die preek, zag je een mooi land, mooie kleuren. En we gingen er allemaal naartoe. Mijn broer die kwam bij hem zitten, nog een paar. En hij zei op een gegeven moment ook, ik wou dat ik jullie mee kon nemen, zo mooi is het daar. Zo mooi. Prachtige kleuren, prachtig land. En op een gegeven moment hij zat te vertellen, en toen kreeg hij weer zo'n aanval. Zo'n stuipaanval, zeg maar. Zo'n koorstuip. En dat trok weer bij. En toen ging het naar hem toe. En hij wou iedereen even spreken. Persoonlijk. En op een gegeven moment zegt hij ook tegen mij. Zou je altijd in de voetsporen van de Heer Jezus willen blijven wandelen? Zou je in zijn voetsporen blijven wandelen? Dat vond ik zo opmerkelijk dat hij dat tegen me zei. Waarom hij dat zei, weet ik ook niet. Staat mij misschien wat te wachten? Of moet ik vertrouwen hebben? Of wat dan ook. Maar ik heb het tegen niemand horen zeggen dan tegen mij alleen dat hij zei van zou je in de voetspoor van de Heer Jezus blijven wandelen. Dat vond ik zo bijzonder. En dat is me altijd bijgebleven. Altijd. Nog steeds vandaag en de dag. Want ik heb er heel veel troost uit gehad. Hoe waar ook als ik op mijn werk kwam of wat dan ook. En in zijn ziek zijn. De tijd dat hij ziek was. Dan had je getuigde gewoon ervan. Je had zoveel vrijmoedigheid om erover te spreken. Omdat hij zulke mooie dingen had meegemaakt. Die land, die kleuren. Dat wilde je gewoon delen met mensen om je heen. Van kijk er eens, dit doet God. En we hebben het ook we hebben een moeilijke tijd gehad, maar we hebben het ook als een troostrijke en zegen mogen ervaren. Dat mijn vader ziek was. Het was eigenlijk twee dingen bij elkaar. Je had het verdriet, maar aan de kant zag je ook de zegen en de troost. En dat is zo belangrijk voor ons allemaal, dat we dat weten, dat er een God is. Die nabij is, die ons troosten wil, dat de Heilige Geest ons troosten wil. Dat hij ons kracht wil geven in moeilijke tijden, hoe moeilijk of het ook is, dat hij altijd daarbij is.
En dat vond ik zo bijzonder dat ik dat meemaakte met mijn familie, niet alleen ik. Ook mijn moeder en anderen getuigden ervan, van de liefde van de Heer Jezus. Mijn vader ervaarde dat moment in die tijd. Het was een zegenrijke tijd. Ja, uiteindelijk was mijn vader natuurlijk alleen maar zieker. Hij kon ook moeilijk praten. Hij had ook veel pijn. En een paar weken naderhand, praat ik eigenlijk over 3 weken, toen kwam het moment dat we, ja, dat de zorg zei, ja, het gaat nu echt aflopen met je vader. En we hebben 's ochtends vrijgenomen en we zijn de hele dag bij mijn vader geweest. Maar ja, goed, het is een lang proces. Het is iets dat hij zomaar weggenomen wordt. Dat was best wel moeilijk en benauwd had hij het ook nog. Een strijd, ondanks dat hij die heerlijkheid, hè, als ik vergelijk het maar, ja, hoeveel mensen hadden het zo dat ze een visioen krijgen en die heerlijkheid mogen zien. Wat in de toekomst is. Ja, maar je bent hier nog steeds op aarde, je hebt nog steeds die strijd. En ja, ook Satan laat je niet los. En ik weet de driehoek in die huisjes, met een klein keukentje en een schot tussen. Dat was eigenlijk de scheidingswand met kasten. En mijn moeder zat, ja, had zo'n strijd, zo'n zielenstrijd. Die zat in het keukentje te bidden. Bad ze voor hem. Of hem, de Heer Jezus hem alsjeblieft wilde weghalen. Dat tot hem zou nemen. En mijn 2 zussen zaten erbij, bij zijn bed. En op een gegeven moment, toen wenkte hij met zijn handen. En toen zei mijn zus, moe, mijn vader wil wat aan je vragen. En toen zei ze in één keer, Jan, ik zeg, de Heer Jezus kom je halen hoor. Nou, wat er toen gebeurde, is dat je iets had met Mozes gebeurde, dat hij straalde. Zoals er bij mijn vader lag, een glans op zijn gezicht. Dat allebei mijn zussen deinsden allebei van hun bed af. Ze schrokken ervan, wat gebeurt er nu? Zo'n glans en een glimlach, dat hij wist, ja, dit is echt iets van de Heilige Geest. Dit is echt een aanraking van God. Dat je in het bovennatuurlijke, dat je niet beseft wat er in zo'n man omgaat en wat hij ziet. Maar het was zo'n moment dat hij echt, ja, mag weten, ik mag thuiskomen. Zo'n troost en genade en de liefde van God, die was in die kamer. En ik weet nog goed dat ik, staat niet bij in mijn verhaal, maar toen we met afscheid nemen in de Zuidstraat, in de rouwkamer, zeg maar. Dat zijn ouderling, Kees' zus, tegen me zei, zeg, ik kwam je vader troost en kracht brengen. En ik heb een cadeau gekregen. Zo mooi was dat. Ik heb een cadeau teruggekregen van je vader. Zo mooi was dat. Ik vond het zo bijzonder dit mee te mogen maken. En ja, dan wil ik eigenlijk besluiten met die psalm 42 en dat heb ik voor mezelf bewaard. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die ons zijn troost gebiedt. Ja, eigenlijk die psalm van ja, de Heer zal uitkomst geven. Dat zijn de woorden die in de psalm besluiten. En dat mocht mijn vader ervaren. Dat hij uitkomst kreeg. Dat hij mocht weten dat hij thuis mocht komen bij de Heer Jezus. En dat was het bijzondere eigenlijk van het sterven, het lijden en sterven van mijn vader. Dat het een troost is voor ons allemaal. Natuurlijk missen we hem. En je mist elkaar ook als je elkaar moet loslaten. Maar toch is onze houvast dat we mogen weten dat we thuis mogen komen bij onze hemelse vader. Dat hij troost en kracht geeft. Dat hij uitzicht geeft op het eeuwige leven. En mijn vader mocht thuis komen. En mijn moeder, ja, die is er ook. We hebben niet zo'n sterfbed meegemaakt als mijn vader. Want mijn moeder kreeg een hersenbloeding en het was het niet meer aanspreekbaar. Maar ze wist wel wie haar Heer en Heiland was. En zo draag ik mijn, ja, zo mag ik weten dat mijn ouders thuis zijn. Bij hun Heer en Heiland, bij de Heer Jezus Christus. Ik dank u ervoor dat ik dit heb mogen vertellen.
Thank you.